Als gevolg van de coronamaatregelen konden de afgelopen anderhalf jaar veel minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. OV-bedrijven in Nederland liepen daardoor veel inkomsten mis. Een van de effecten daarvan is dat de RET minder bussen, trams en metro's kan laten rijden. En dat geldt helaas ook voor Capelle aan den IJssel. Vanaf zondag 9 januari 2022 komt buslijn 37 te vervallen. Dat vinden we natuurlijk ontzettend vervelend. Maar als gemeente hebben we ons ervoor ingezet om dit zo goed mogelijk op te lossen. Samen met vervoersbedrijf Arriva en de geweldige vrijwilligers van buurtbusvereniging Capelle zorgen we ervoor dat de route van buslijn 37 wordt ingevuld. Er komt een derde buurtbus bij en vanaf 10 januari verbinden deze drie buurtbussen verschillende wijken in Capelle en Rotterdam-Alexander en zorgen ervoor dat onder andere het IJsseland ziekenhuis bereikbaar blijft. De buurtbusvereniging is een gemotiveerde groep chauffeurs met veel persoonlijke aandacht. Ze kennen hun reizigers en zeker voor passagiers die naar het ziekenhuis gaan is dat extra belangrijk. Ook de eigen pendeldienst van het IJsseland ziekenhuis, die 4 keer per uur rijdt tussen het ziekenhuis en metrostation Schenkel, is weer beschikbaar na gestopt te zijn door corona. Naast de buurtbus neemt vervoerder Arriva een gedeelte van de route van lijn 37 over. Arriva zal met buslijn 383 voortaan vanuit Capelle Centrum via Middelwatering en Schravenland richting Capelse Brug rijden. Vanuit Capelle maken we ons er hard voor om buslijn 37 zo snel mogelijk weer te laten rijden. Meer informatie over de nieuwe routes en de exacte dienstregelingen vindt u vanaf half december op de websites van RET en Arriva. Of kijkt u voor meer informatie op capelleaandeijssel.nl/lijn37.